Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas P9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. En vandaag speel ik weer Skyrim, dus laten we maar weer lekker aan beginnen. Nou, hier is het Skyrim boek dus. Skyrim also known as the Old Kingdom or the Fatherland was first. Oh ja, deze twee moet ik doden eigenlijk. Laten we ze maar proberen te killen. Oké, de eerste is dood. Ja, yes, hij is dood. Dood is de orde. Oeh, dit is wel veel geld waard hoor. Dit is wel veel geld waard. Not like this. Is schiet hij. Wait. Oh, de. Een moment. Oeh. Oké, nou ja, deze twee dudes heb ik dus gedood. Even kijken. Books. Oh, deze ben ik al. Kijk. Kijk een boek. Ik had volgens mij toen het. Nou, oké, okay, weet je wat? Laat ons maar gewoon zitten. Oké. Okay. Deze twee dudes zijn dus dood. De rest niet. Dat is bij. Oké. Okay. Even kijken hoor, maar wat is onze missie, man? Gaan. Kijken. Waar moeten we naartoe gaan? En wij moeten hier naartoe naar Wiffle. Ja, laat ik eerst even mijn paard kopen, want de vorige keer had ik één gestolen, maar een koop is toch handiger. Laten we dat maar doen. Buiten kon ik een paard kopen. Gelukkig weet ik dat nog. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Oké, we zitten nu weer in de. Ja, we zitten nu eigenlijk buiten de veilige muren. Even alles op het laatste gezet, want op een of andere manier loopt mijn computer steeds vast wanneer ik de game wil gaan opnemen. Dat is heel apart. Ja, we moeten er maar mee even leven. Buiten leven allemaal rare mensen. Kijk, ik kon je fast travelen. Kijk, waar waren die paardjes? Deze. Ik had hem de vorige keer wel. Ja, kijk daar. Ik moet ook echt een beter uithoudingsvermogen krijgen, want. Echt zo snel moe met dit personage. Je hebt dat vaker gezegd, maar zelfs mijn oma is minder snel moe dan deze dude hier. Toch, het was toch dit huisje? Nou fout. Hij was het hier ergens aan de zijkant. Ah. Waarom hier? Dat tenminste iets gediscoverd. Weet je wat? Laat het paard anders maar zitten. Hij gaat gewoon meteen hier naar de rest. Yes? Dat kipje is dood. What could it mean? The return of the Dragonborn? And who among us could possibly hold that honor and such power? Ja, ik ben de Dragonborn. Oké. Okay. I'm the innkeeper. It's my business to keep track of strangers. Ik toe bent. Oh. Attic room, eh?
Well, we don't have an attic room, but you can have the one on the left. Make yourself at home. Okay. Ik kan die ook allemaal dingen. Wat doe je eigenlijk? So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. Well, okay. Best een kamer open of zo van de game. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Je neemt maar gewoon alles mee. You just find that lying around? Must be your lucky day. Ah, ik kan niet meer rennen. Close the door, then we can talk. Domme. Zo. Now we can talk. Oh. I'm a room. Laat ik even wat itemsjes. Oh joh. Dingen eten. Kijk, dat gaat wel een stuk sneller. I need some more ale, Ordinar. You've had more than enough. Besides, you still haven't paid for the last one. I'll find some coin for you, I always do. Until then, I've no ale for you. Hey, okay. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Ja, dat hoop ik ook. Do the one who posts him. I hope so, but you'll forgive me if I don't assume that something's true just because the Greybeards say so. I just handed you the horn of Jürgen Windcaller. Does that make me Dragonborn too? What do you want? I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Oh, my. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty, and I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Kynesgrove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. Ah, eindelijk. Okay. That's better. Let's get on the road to Kynesgrove.
Ik denk dat het is even een beetje loop. Empty. Waarom maak je het dan ook open, Thomas? Boos. Ja, ik denk dat we alles wel. Right. Happy trails. Oké, dus dit is onze nieuwe missie dus. Weer een draak vermoord. You look worse than I feel. Kynes Grove is this way. We can travel together or split up and meet there. Your choice. Oké, waar moeten we? Oh, helemaal hier. Weet je wat? Ik wil vast en moe. Zo, daar kom ik toch bij. Kynes are judgmentally peaceful creatures, so long as possible. Meets moet. Wacht, wij moeten hier wel goed lopen. Deze. Hier moeten we kijken. Ja, dat wil toch maar weer lopen dan. Oh ja, dit ken ik hier. Zou het nog ver lopen zijn? Hoop het niet. Kijk, ik ben hier de vorige keer dus langs gelopen om naar die, die Blackbirds toe te gaan. Volgens mij was dat hier ergens. En ja, nu moet ik dus weer die kant op. Ik moet echt meer van die points zetten. Hello there, fellow traveler. One itinerant minstrel and wandering waste. Dus een wandeler was het niet in deze game heet. Dit is nog steeds zo erg mooi hoe deze game is. We zijn trouwens al 13 minuten aan het opnemen, zie ik. Ik ga hier waarschijnlijk iets kofferen. Ja? Oké, bing. Wacht. En toch maar even doorrennen, hè. Trouwens, waar is mijn mooie zwaard? Met... Zo. Nou weggegooid. Oh nee. Oh, heb ik al. Bang. Bouw is weg. Koppad. Nog geitjes. Zo, een lui beest dat ik deze hun kille. Ja, cool. Doe item is een transubstraat. Ja, zal wel. Oh wacht, we moeten dan wel even kijken. Ah, niet weer bergen. Wacht, ik loop verkeerd. Nee, we moeten deze kant. Oh! Chakra, jongen! Het was door zijn keel heen. Nee, we moeten deze kant op. Ik liep ik gewoon aan de verkeerde checkpoint. Diep rustig. Ik zie daar wel weer een nederzetting. Laten we daar maar eerst even gaan. Ik vind dat echt raar spul hoor, dat je daar kan harvesten. Deze nederzetting had ik er nog niet. Nee, die had ik nog. Oh, ja. Oké, jongen. Even deze nederzet. Op zich wel leuk. Zien jullie ook een beetje wat van de wereld, hè? Ja, want die is groot in. Heb je wel allemaal vijanden? Hoeveel? Oké, laten we deze nederzetting gewoon gaan aanvallen.
Ik zie de vijanden al, maar ik wil ze eerst met mijn boog gaan. Dat is een speciale boog. Ja, deze. Oh, dikke trap. Oh lol. Oh, dit gaat niet goed, denk ik. Oké, ik moet me snel even healen, want dit gaat niet goed zo. Oh shit. Oké, die zijn dood. Oké, nou deze hebben waarschijnlijk niet zoveel veel. Oké, de eerste drie zijn tenminste dood, daar ben ik wel blij mee. Stamina. New arrow. Oké, laten we gaan rennen. Oké. Even kijken, hoe heet jij ook alweer? Dindia, kom, we gaan vetten. Deze volle steen wil gaan uitmoeren. Houdt weer bij. Fire. De rest, iedereen hier dood. Lijkt er wel op. Ik denk het wel. In, namelijk geen vijandjes. Oké, dan gaan we verder en dan gaan we terugbouwen naartoe. Ik nog heel even die toren daardoor zoeken. Vinden we nog wel wat. Maar nu hebben we weer een hele nederzetting uitvermoord. Alles kan in deze game zijn. Veilig. Oh, dit gaat zo. Oh ja, zo was dat. Hey, laten we maar gewoon gaan rennen dan. Zo. Kijk dan hoe mooi het eruit ziet. Heel mooi in 3D. Oh, daar in de vet is ook daar een nee. Groter dan die die we daar toen net hadden uitgemoord. Steeds raar spul, ik weet niet eens wat ik ermee kan. King's Cove. Hopelijk is het hier. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking. That is it flew over the town and landed on the old dragon burial mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Kon ik die kip maar beter niet killen. Ah, nu moeten we de hele berg op. Oké, waar is mevrouw? Oké, die is ook weg. Oké, ik sta dus helemaal alleen voor mensen. Deze berg opkomen.
onder pijlenboog. Verloos zat hij nou vast. Wacht, laat me even aan. Oké, ik denk dat ik nog even verder naar boven toe. Ja, daar zweef hij al. Ah, hoe kill ik zo'n ding? Ik ben niet echt moe. Deze één pijl is raak. Salakunir, zie de kloof over Ulsa. Kan ik hem killen? Oké, het lijkt me killen. Wow. Echo. Wait, snel wegrennen. Oh, dit gaat niet goed zo. Dit gaat echt niet goed zo. Wacht, wat is dit? Kan ik dit niet gebruiken? Oh. Ik wil op het verkeerde. Oké, wacht. Items, we moeten weer even wat potions gebruiken. Oeh, deze eindbaas moet dood. Hij wordt gelukkig gesloopt hierdoor. Oh yes, daar is mijn vrouw ook weer. Gelukkig. Requires your death. I am glad to fly him. We'll kill him. Yes, hij zit al in het bloed. Nee, mijn pijlen zijn bijna op. Ik moet hem straks wel met de hand gaan vechten. Dood. Ja. Volgens mij wel. Oh, potion. Ja, dood. We hebben hem dood. Dragon Bone, neem hem. Bolt. Arrow. So you really are. Yes, ik heb het geleerd met ze. Dragon so absorbed. You really are Dragonborn. Yo, je meent, ik heb net een draak vermoord, bitch. Deze is echt veel water, het wapentje. Deze kom. Oh ja. Steel armor. I owe you some answers, don't I? Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back.
Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it! We're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. I'm one of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were Dragon Slayers, and we served the Dragonborn, the greatest Dragon Slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. Nothing solid, yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? If we could get into the Thalmor Embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Oké, dit wordt alleen maar slechter. Daarmee eindigen we dit gesprek. Even kijken, dus de volgende missie is weer dat we... Ja, missie. Checkpoint. Riverwood, en daar kunnen we gelukkig meteen naar fast travelen. En we gaan straks ook de laatste 10 minuten van deze aflevering in. En daarna ga ik lekker livestreamen. Dit vind ik ook leuk hoor, deze op. Okay. You are it. Feindahl thinks he can woo Camilla Valerius away from me. Je moet echt een plek vinden waar ik spullen goed kan verkopen. I don't think you were falling ill. Come on, I have a plan. Zo, kijk naar die eerste dan. Oké, nou ja. Gaan we dus de geheime room in. I figured out how we're going to get you into the Thalmor Embassy. So that's your plan, huh? Give me a mug of ale. Even if you could survive, by the time you got inside, whatever documents they had would be long gone. We're there for information, remember? Trust me, I've been doing this for a long time. My way is better. Okay. The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in Solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwyn's little party. Meet me at the Solitude Stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Sounds good. Be careful. Okay. Okay. Kijk, kan ik hier in mijn potions door... Ja. Oké. What? Something you're still confused about? Nee. Loop wel goed. Fuck wel. Glass.
Gold. Of white. Oké. Okay. Ja, dan gaan we wel weer naar buiten toe, hè? I guess. Oké, okay, we hebben mid. Kijk. Ik wil geen. Kijk, als we hier naartoe vesten, even daar naartoe gaan we ook een beetje mid. Mid Malbo. Oké. Okay. Gelukkig. En ik hier naartoe fast travel, dan is het niet zo super ver lopen. Vaak ook wel leuke dingen. Boom, man. Hout. Waarom zou je dit in vuur gooien? Vuur warhammer. Nice, hè. Oh, wacht. Pickaxe. Misschien wel handig. Ik weet dat je hem later dingen kan gaan minen. Ik accept ik op. Oké. Okay. Even kijken, hoe laat ik even checkpoint? Best wel stuk. Kijken, waar is dat? Mijn punt op. Ja. Wacht, wat? Deze nu. Deze kant op. Ja, deze kant. Oké. Kijken. Laat ik maar weer even in de kutbeurzen. Oh, ijs hier. Dat is best. Waarom nog steeds achter me? Oh, ben ik er zelfs al bijna? Die ook opeens rende mijn boot. Oh, er zit hier ook echt een vis. Wow, vissen man. Oké, wacht, laten we ze even afkillen. Daar ben ik niet van gediend. Oké, waar zijn ze? Wil ik ze killen ook? Oké, weet je wat? Laat me zitten. Too many, too many. Oké, we gaan gewoon weer rennen. Lol, en die vrouw die schoot een pijl op mij. Kijk, hoe komen we daar nou weer? Echt weer onder ijs sneeuwgebied. We daar naar boven komen voor mij. Ja, die actiemuziek mag nu wel weg hoor. Even kijken. Daar in de vette ook boten. Hoe komen wij hier eigenlijk op? Want dat is nu wel even een grote vraag voor mij. Maar als ik hier kijk om plek. Wacht, hoe komen wij daar? Kijk, want we moeten hier opkomen. Maar als wij zo lopen, ja, dan kunnen we erop komen, hoop ik. Oh,
daar bij die boten, daar kunnen we erop komen. Wow. Best wel cool gemaakt door dat water ook. Weet je, dit vind ik eigenlijk wel een van de mooiste open wereld games die je op zich tijd hoor. Echt met deze grote ook. Echt petje af voor de makers hoor. East Empire kom. Ja. Natuur ook. Geweldig. Nou, we lopen nu denk ik heel wel goed. Gaat ik trouwens heel even de game save. Helemaal fout gaan. Binnenkort ook weer even wat saves gaan verwijderen. Have you heard? There's been another dragon attack. Kynesgrove this time. Ja, die hebben wij juist. Toch dat die. Ja, ik daar is te voet. Come to Solitude to join the Legion, speak to Ricca. If not, just keep your nose clean while you're here. Juist ja, kijk, we zijn al binnen. Oh, met de vlaggen. Met de vlaggen. The Velmer are twisted evil creatures that dwells. Oké, nou ja, laat me zitten. They can't hurt Uncle Rogvir. Tell them he didn't do it. Positions. As far as you need to go home. You will stay there until your mother comes. Get on with it! You betrayed us! Serieus, is hij een executor? Her uncle is scum that betrayed his high king. Best she know now, Anvar. You're all hard with him. Get on with it! You helped Ulfric Stormcloak escape the city after he murdered High King Torrig. By opening that gate for Ulfric, you betrayed the people of Solitude. Gaat ze het ook echt doen? He doesn't deserve to speak! There was no murder. Liar! He beat the High King in fair combat. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim and all Nords. Boo! Yep, druk hem naar beneden, ik wil het zien. Kijk, dit soort dingen vind ik ook zo cool, hè? Zo realistisch gemaakt. On this day, I go to Sovngarde. Ah, wacht, ik wil kijken, want ik hem kan looten. Stand back. Oh. I'm getting out of here. Nee. Ah, heb ik niet oorlog met hun? Hoop het niet. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've gotta go. I'll find you at the party. Don't worry. Kijk, een boog wil ik natuurlijk. Ik geef me zwaard, maar. Dit allemaal. Potion.
het voet. Kom maar mee. Zo. Oké, dat is dan ook weer geregeld. Oké, nu moet ik je snel mogelijk uit. Hoe gelukkig. Oké, nou ja, het is 40 minuten. Oh, shit. Oké, nou ja, mensen van Tepro Gamer, ThomasB9. Leuk dat jullie naar deze nieuwe video van Skyrim hebben gekeken. Like en abonneer voor meer. Liken doe je natuurlijk op het blauw duimpje en abonneer op het rode balkje. Dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Hopelijk gaat het goed, want ik word achtervolgd door die dude, zie je. Dan zeg ik doei. Uit de game.